NEC speelde op de ongebruikelijke donderdagavond een wedstrijd tegen Jong PSV. Het won met 2-0 en had de 3 punten hard nodig. Na afloop spraken we met Arnoud Goedeveld en trainer Pepijn Leinders. Ja, we beginnen de wedstrijd goed, echt met energie, met tempo, goede snelle combinaties. Altijd op zoek naar de juiste jongens aan de bal. En dat is één. En twee, waar ik ook tevreden over ben, is hoe we verdedigd hebben voor 95 minuten. Omdat ze natuurlijk al heel goed positiespel spelen met talentvolle spelers. En dat hebben we al heel vaak af kunnen stoppen. Iets eerder als dat eigenlijk, wat natuurlijk lekker is. Twee wedstrijden terug was je er nog niet. Je was natuurlijk lang geblesseerd geweest. Hoe voelt het nu? Ja, geweldig, geweldig. Ik bedoel, ik ben blij dat ik in een thuiswedstrijd hier in ons stadion weer heb kunnen scoren. En dat we de 3 punten hier hebben kunnen houden. Je speelde natuurlijk thuis vandaag. Uit 3 nederlagen, thuis 3 overwinningen. Ja. Hoe belangrijk is dat thuispubliek voor jullie? Ja, het eigen stadion, het continu zingen van de supporters, de passie werkt natuurlijk besmettelijk. Hè? En de jongens voelen dat en die voelen dan vertrouwen. Ja, dat helpt. Hè? Ja, we hebben het kunnen zien, genoeg dreiging in de eerste helft. Hoe belangrijk is het voor jou om dit te kunnen doen tegen jouw oude ploeg ook, tegen Jong PSV? Ja, ik krijg er persoonlijk wel veel waarde aan. Ja, het is voor mij toch wel even een manier om te laten zien wat ze missen. Maar het is niet dat ik er heel erg mee bezig ben, hoor. Ik bedoel, het is voor mij een afgesloten hoofdstuk en ik ga weer verder. Vooral wat belangrijk is dat we gewoon weer dezelfde dingen doen deze week. Met motivatie, met enthousiasme, met vooral heel veel inzet in de trainingen. Ja, dan kan resultaat ook niet in de uitwedstrijd uitblijven. Ik gewoon dezelfde dingen doen, rugrecht, vertrouwen hebben wat je doet met elkaar. En ja, dan kom je al een heel eind. En vooral in lastige periodes. Volgende week MVV uit, weer op kunstgras, wordt weer een lastige wedstrijd. Hoe gaan jullie daar winnen? Ja, ik verwacht dat we daar wel moeten kunnen winnen. Ja. Ik bedoel, ik denk dat de verloren uitwedstrijden niet niks meer dan een dipje zijn. En je ziet dat er positieve stappen aan het maken zijn. Dus ik heb een goed vooruitzicht.